Hallo, welkom terug bij de volgende deel. 3 alweer. Ja, sorry, ik ben even mijn tijd aan het opzoeken. Nou, daar zijn we. Hij staat al standaard op 30 minuten. Zo. Het is momenteel nacht. Oh, ze hebben in de broek geplast. Ja, we hebben nog geen wc, dus even een beetje je best doen, hè, met zoeken. Dan kun je nu even onderdelen gaan verzamelen van die en van die. Oh, ik moet even mijn container dichter bij jou zetten. En ik vind lamp momenteel niet belangrijk. Ik vind dat ze even een goede nachtrust krijgt, vind ik belangrijker. Hoe gaat het eigenlijk met de dingen die we gepland hebben? Oh, onze container is vol. En je moet goed opletten, oppassen, want er lopen nou twee inspecteurs langs. Eén van hoe je huis eco is, en de andere of je containerbakken wel leeg zijn. En is dat niet, dan krijg je een boete. Dus dan zeggen we even: ga lekker naar Deals duiken. Want weggooien is zonde als je nog niks hebt. En we hoeven niet te reizen. En deze zit propvol, want het vuil ligt zelfs op de grond. En dat geeft al aan. Oh ja, en ik moet zo meteen de wederhelft hierheen halen. Daarmee is ze oorspronkelijk was ze al getrouwd mee. Het is een werkster. Die blijft ook gewoon thuis. Zij gaat als we compleet zijn, gaat zij werken. Introvert, ja. Weer een bank. Ah, die kunnen we dan verkopen. Dan hebben we weer wat geld. We hebben wel een sofa. Naar deals duiken. En je kan nou insecten houden. Daar krijg je brandstof voor. Daarvoor heb je nou de optie gekregen composteerbare producten sorteren. Die geven ze dan aan de insecten. Nee, niet naar maaltijden, wie gek? Ik ben geel, dus het is niet nodig. Naar deals. Deals is even belangrijker. Ja, ik probeer het later nog eens. Ja, geld is ook wel lekker, maar items vinden is beter. Ja, pretletter. Ik weet het. Een bed. Ik gooi er niks meer bij, want het is bijna leeg. Oh, er ligt ook nog vuil. Oh ja, natuurlijk is die treed van dat. Wat ik hier heb. Dat zich vuil eens in de zoveel tijd. En je kan het vuil laten leggen. Maar dan worden het vuilnisplanten. En dan kan je daar vuilnisdrinken van maken. En het stinkt als enorm. Dus ik doe er niet eens aan mee. Nou, zie dat als een spoiler. Dat heb ik pas van jou later. Moet je dat ten eerste het apparaat hebben. Daar heb ik momenteel geen geld voor. Wauw, hij blijft vol. Laat maar even de deals duiken. Tot je neervalt. Hij was leeg. Nee, hij was hier weer vol. Dat vind ik wel aardig. Ja, ik ga je vrouwtje vallen. Oh, god, die trap is ook nog, ja. Wie zal ik doen? Nou? Jou? Nee, jij bent een vampier. Nee, gewoon je eigen vrouwtje. Oh, kan het niet? Ach, je zit in beeldmode. Nog een keer proberen. Jij. Boom. Boom. Moet ik ze weer laten trouwen? Hallo jij. Mag ik even?
bewerken. Algorithm in Kira. Yeah. Dak, dak. Vrouw. En getrouwd. Boom. Zo makkelijk gaat het in de Sims. Zo makkelijk gaat het in de Sims. Ja, zij is veel. Ik heb haar heb ik niet gemaakt. Ik heb haar van de galerij ooit gehaald. En zij zijn heel veel dingen is een level 10 max level. 5 en 10 en dat is gamen alleen niet en nog eentje niet. Dus ik ga niet zitten pareren van ik heb het gedaan. Ik heb het niet gedaan. Dat was degene die dat die aan gemaakt heeft. Want als zij nu echt moe wordt, dan ik laat haar ook stoppen. Dan kan zij het even overnemen. De cleaning mee. Als jij nou even lekker een badje ging nemen. Hé? Ja, gewoon een bubbelbadje. Zo. Dan kan jij. Nee, je hoeft niet naar de plant te kijken. Even naar Deals duiken. Normaal had ik dat nou nog niet gedaan. Maar er wordt zo weinig gevonden. En we zitten aan die tijdslimiet van de trouwen. Dat is nog 5 dagen, geloof ik. 6 dagen. Nou ja, hij is weg. Oh, ik heb het geld al gekregen. Ik zit nou op 9000. Nou, dat gaat snel. Wat zeg ik, normaal wacht ik altijd tot het nog 2 dagen staat. En dan doe ik het pas. Maar nu heb ik hem meteen gekregen. Dus we kunnen het bed repareren. Maar wel een tweepersoonsbed. Want het is bijna net zo duur. Zo, nou even F2. Nog een kastel, wauw. De slaapkamer. Hier. Met de tijd komen overal muren tussen en dan wordt dit ook uitgebreid. Hey, bed is heel. Oh nee, ik kan niks zitten in de live mode. Oh, hallo, hallo, hallo. Ja, en met Mary bedoel ik dit. Je ziet, hij heeft nu een rechthoek. Als ik naar die tafel ga, zie je 2 rechthoeken. En dat betekent dat het is Mary. Als ik me daar neerzet, ik pak die tafel, pak ik tegelijk de stoel op. Dat betekent dat ze bij elkaar horen. En dan is ook Mary getrouwd. Even kijken, dit is een gastel van 2700. Wauw. Oh, we hadden nog een gastel. Oh. Laten we de keuken hier maken. Dan alleen nog een aanrechtblok. Bankstel. 400. Ik doe 5000, want dan weet ik zeker dat ik een goede bank heb. Oh ja, dat is een goede. Dat is 10, 10, 10. F2, F10. F2 bedoel ik. Want ik kan dat ding weg. Zo. Wat was dat? Oh, dat bed kan ook weg. Ja, fijn dat ik niks terugkrijg. Ach, nee, niet. Ah, shit, nee, ik bedoel de recycler. Ah, man. Plaats in de tas. Dit gastel kost 2800. En deze was 1935. Wat? 2800. Ga jij maar. Hier. Dit is 150 level, joh. Zo, ja. Huppatee.
De andere, dat was geen shit water, dus dat ga ik wel eens in 250. Dat gaat ook in mijn thuis wegwezen. En dan gaan we weer even kijken wat mevrouwtje erboven duikelt. Of ik mijn prikbord even leeg maken, want dan raak ik niet in de weg. Want anders denk ik, hé, ze hebben dat gevonden. En blijkt het dan uit bericht te zijn. Want ik kijk nog naar de datum. Wat staat wanneer ze het gevonden hebben? Zojuist, gisteren. Het is altijd van de... Oh, ik zie dat. Nou, die gaat meteen de bed in. Valt ze op de grond als ze nou gewoon naar bed had gegaan. Ah, het is zo simpel. Simplistisch. Sleep. Zo, dus dat slaapprobleem is nu opgelost. Gelukkig. Met haar heb je het voordeel. Alle stats nemen af bij haar. Behalve slaap. Je zal zien, dit neemt af. Nee, je kan zien, dit neemt af. Je ziet de pijltjes er al bij. Dit neemt af. Deze niet. Ik denk dat ze ooit dat drankje hebben gebruikt op de. Maar ik weet niet of je dat meekrijgt als je hem uploadt. Maar je hebt er namelijk eentje. Die kost iets van 10.000. Nooit meer moe. Sims die nooit meer moe zijn, hebben nooit slaap nodig. En ik denk dat ze die aan haar gegeven hebben. Ik niet. Maar ik vind het aan de ene kant hartstikke prettig, want je kan er heel veel dingen laten doen. Ze wordt toen niet moe. En ze was al een meet. Ik heb er zo, zoals ze eruit ziet, heb ik hem van de dingen gekocht. Ik heb mijn koffie bij me. Zwart met suiker. Kan momenteel kan ik weinig doen. Ah, verf. Dat is ook belangrijk. Dan kan je kan dingen maken. Dan kan je met verschillende kleuren maken. Er zijn in totaal 8 nieuwe e-carings toe erbij gekomen. 5 in de winkel en 3 die je kan maken. We hebben ladders gekregen, wat ik al eerder zei. Daar is heel lang naar gevraagd geweest. Omdat je alleen maar trappen kon maken in geladders. En trappen nemen heel veel ruimte in beslag. Je kan ramen neerzetten waar je wil. Het is niet meer... Eén punt waar ze kunnen, maar je kan over de hele linie. Dat is ook hartstikke fijn, want nou kun je tenminste je ramen daar zetten. Ze hebben ook geleerd om alles op halve vierkantjes in plaats van volle vierkanten. Dus je bespaart minder, meer, je bespaart meer. Of je hebt meer ruimte. Want vroeger namen ze voor een klein deel een hele blok. En dat was eigenlijk belachelijk, terwijl het maar een half blokje was. En ik zal je laten zien wat ik bedoel met een half blokje. Dit is een heel blok, die witte omranding. Dit is de helft van de blok en dat is dan een grote. Die kwam precies hier in het midden te staan, een klein dingetje. Nou, dat is waardeloos. Die kan net zo goed bij een blokje staan en dan kan je er nog wat bij zitten. Maar dat kan niet, gelukkig. Wat heeft de avocado-boom mee? Wauw. Nog nooit gaat avocado. Nog nooit. Ik zal tegen laten kijken. Ik heb een avocado gevonden. Die is leeg. Dus we gaan even met jou opstappen. Want je spouwtje ligt te slapen. En er is ook iemand die heel weinig mekkert. Ja, nu gaat ze wel mekkert vanwege het afval. Maar normaal hoor je er niet. Dat is wel fantastisch. Het zou bijna een droomvrouw wezen. Nee, ze staat echt te slapen. Hij zegt, ga dat doen. Ze doet het gewoon. Vindt het huis al gegaan. Hier, vuilnisplanten. Vliegen zijn er gek op, ja. Naar Diels duiken, hè. Daarvoor zijn we hier. Nee. Ah, had hij meteen gelopen, denk deze. Kom op, Diels duiken.
Kom op, move your ass. Is vol. Maar dat is dat vuil dat op de grond heb gelegen, wat ik zet je met thuis op. Want je kan het eten, maar je krijgt gaat zich helemaal niet lekker voelen als je dat eet. Dus waarom zal ik het dan planten? Daar is er eentje die bijna kan bijna geplukt kan worden. Ah, Vader Winter, de kerstman. Nee. Dat is dat ze er hebben gedoken, maar dat heb, ieder karakter heeft dat. Ook al hebben ze de trade, krijgen ze dat alsnog, dat ze zich een duikel afvonden. Ik moet even de stetje in de gaten houden. Alweer geld. Lekker. Bjergsen, wat doe je hier? Welke landgraaf, wat ik laatst zei, hij is getrouwd met Nancy. En hij heeft haar naam aangenomen. En ze zijn bloedrijk. Ze hebben een mansion, daar word je gek van, zo groot. Ja, helaas kan je die niet oppakken. Oh, wel. Nou, dan hebben we bij deze een radio. Zo, gratis en voor niks. Nou, nu is die ijskast weg. Stond een oh nee, die staat nou hier. Die kan je niet oppakken. Nou, maar hoeft ook niet, ik heb een ijskast. Nou, dus, oh, vind het wel net. Vind het wel net. Nee, er wordt niet gebabbeld. Nee, oprotten. Je bent getrouwd. Dan ga je niet met mijn karaktertje lopen, vluchten en weet ik veel wat. De reden dat ik zo denk is dat het is mij gebeurd. Mijn ex is er met mijn broer vandoor gegaan. Achter mijn rug om. Daarom heb ik het totaal ook, is het maar een spelletje. Ik heb geen pardon daarvoor. Nee. Nee, oeh, niet leger. Nee, ben je gek? Oeh. Ah, ik ben nou al zo een paar uur aan het filmen. Ik heb mijn kat nog niet eens gezien. Die is altijd hier als ik aan het filmen ben. Dan springt hij op bureau, zie je alleen een staart zo voor de camera voorbij komen. Ik denk dat hij van het mooie weer en het geniet. Oh, dat is de protector als ik zie hem al. Ja, ik hoop dat jullie rustig houden tijdens dat Sovjet-19 gezeur. Nog een radio, jeetje. Nou ja, geld. En anders, ach, de ster, hoe heet ze ook weer? Judith Ward. Ik heb een keer voor de gein heb ik haar stergradatie naar beneden gehaald. Daar was ze niet blij mee. Dat is heel makkelijk. Dan ga je naar deze, dan ga je naar meer keuze. Dan doe je imago en dan celebrity niveau verlagen. Celebrity niveau verlagen. Er is helemaal niks meer. Mensen liepen weg van het, terwijl ze normaal naar de toekomst kwamen. Kijk, zij klaagt niet. Hygiëne is bijna weg. Nee. We gaan het deels duiken. Dan zeg ik, ze is vies tot op het bord. Geen enkele klacht. Oh, nou pas. Oh, jammer, kijk hoe ver die zit. Maar gewoon doorgaan. Lekker thuis in bed. Zolang je slaap niet naar beneden gaat, dan gaat bij jou niet naar beneden, dus dat is prettig. Dan krijg je dat gezeur dat ze fly weer gaat flauw vallen, weet je.
5 simoleons. Rappapa, yatata. On the food van die oude wisten. Ja, niet te geloven. Mila Munch. Zal je nooit in een container zien in duiken zo snel? Ik denk dat ze ook manier hebben. Ga jij weg, Tinker? Move. Laat hem met rust. Acht. Ik wil vogeltjes fluiten. Nou, hier is het weg. Oh, Jezus. Ja, leuk dat je verf vindt, maar daar hebben we geen reet aan, nee, daar kan je niet van naar de wc. Want volgens mij is er nog niets redelijks uitgevallen. Ja, alweer een bed. Een computer! Maar ja, dan moet ik eerst een bureau hebben. En dus de bureaustoel. Elementair, hey. Nachtje doorhalen. Nog een ijskast. Oh, ik krijg het weer. Hey Chris. Hi. Dit is al afgelopen, Westerk. Ik kom straks wel, om 4 uur. Ja, is goed. Ik ben even het opnemen. Doei, doei. Dat was mijn zus. Als je het over de duvel hebt, dan trap je hem op zijn staart. Hey, spoekenpik. Dag, jochie. Dag, kind. Meneer komt van de dakterras af. Hé? Ja. Zijn even wessen. Hij honger? Ja, best wel. Maar ga daarna... Oh nee. Ja, dat is hetzelfde hier. Dus ga maar naar huis. Wat is er met jou? Ja. Pis maar in je broek. Kom hierheen. Of kon je hier naar de wc? Ik weet niet waar ik naartoe gegaan ben. Niet hier. Nou. Jij hebt die ding dat je goede dingen kan vinden nu, dus bewijs het maar. Nee, geen kakkelakker. Wat doe ik nou? Wat? Naar Dielsduik. Waar ga je heen? Ah. Vertel me als jij iets van de Sims snapt. Ik snap er de ballen niet van. Nog 5 minuten, dan zit ik op 30 minuten. Hoe gaat het met mijn onkruid?
Niks nog. Niks nog. Oké. Okay. Ja, vandaag had ik mijn zus uitgenodigd om hier te komen eten, want ik heb vandaag haché gemaakt. Echt lekker. Ja, we gaan naar de wc, als het nog niet te laat is. Let op, staat ze net bij de potseks in de boek. Ik kan me wegdragen. Net zoals eerder, dat ze zo moe was. Dat ze kon in die container stappen om te slapen, ze doet die klep open en ze valt op de grond neer. Nee, zij blijft thuis. Oké. Ook sinds de update. Oké. Nou, ga naar de wc. Oh ja, je hoeft maar één keer naar de wc te gaan. Zo. Moet jij nou weer riemen? Je gaat er niet echt naar. Want schijnbaar hebben ze hier geen dames en heren toiletten. Zitten ze daar hoeren, lopen ze gewoon niet het toilet in terwijl ze op de play zit. Ja. Duh. Mijn Snoopy. Hé? Wat is Poekie Snoopy? Haha, dit is mijn kat. Hier, Dickie. Zo. Ja, hier is het natuurlijk alles leeg. We gaan lekker weer naar de stort. Nee! Naar de stort. Oeh, nog 2 minuten, dus ik kom weer op 1.5 uur. Ja, ik heb nog een paar unboxen video's moet ik doen. Al een tijdje, maar er komt nog meer bij, dus ik moet nog even wachten dat alles binnen is. Maar om te doen met mijn nieuwe computer die ik ga bouwen. Mijn i9. Daar zijn we. Dus daar hebben we niks aan. We gaan lekker hier. Tenminste, onze containers ter beschikking. Nee, we zijn maar thuis. Boom. Deals duiken. Nee, niet lullen. Deals duiken. Nee, dat wordt niet geluld. Oh man, daar word je schaatsziek van. Ik wou dat er een add-on was, dat die ervoor zorgde dat er niemand tegen je praatte. Je lult tegen de voetzool aan hoor, de schoenzool aan hoor. Hier gaat tegen mijn landgraaf babbelen. Nee, je gaat niet de oude hoeren, rot op. Ja, fijn. Je hebt een longwolf tree, dus... Oh ja, want daar kan ze nog niet tegen dat er mensen in de buurt zijn. Ik had eigenlijk gehoopt dat het ervoor had gezorgd dat ze niet op je afkwamen. In ieder geval loop je niet zo snel naar iemand toe. Dat is wel een voordeel daarvan. Dat deze twee rood zijn, dat kan me helemaal niet schelen. Daar maak ik me niet eens zorgen om. Hygiëne eigenlijk ook niet, want ja, ze kunnen zich gaan schamen, maar dat is het. Ja, ik slaaptekort, hongertekort. Ja, wc maak ik me ook geen zorgen over, want ik pis maar in de broek. Moet ze maar een wc vinden. Maar aan slapen en honger wel, want dan kunnen ze doodgaan. En dat wil ik niet.
Nou, die bak zit lekker vol. Jeetje. Wat is het? Oh. Ik denk dat eindigt de video hier. Ik sluit de video hier. Ik zie jullie maar in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Ik kom de volgende keer ook weer een keer langs. Bedankt. Doei doei.